Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe video. Leuk dat je kijkt. Ik ben nu onderweg naar Bodegraven, want een vriendin van mij heeft daar een sportschool. En het is vandaag zondag en leg day. Dus ik dacht van, ik ga jullie vandaag gezellig meenemen. Want ik kreeg daar de laatste tijd weer wat vragen naar of ik een training wilde delen. Dus ik dacht van, today is the day. Ik ga jullie vandaag lekker meenemen. Maar ik zit nu dus in de auto. We zijn er bijna. En ik heb net even ontbeten. Ik heb 2 boterhammen op met smeerkaas 20+. En kipfilet. En ik eet zo meteen nog even een banaantje. Ja, ik ben helemaal ready voor deze lekkere training. Ik heb er zin in. Mijn pomp is uit mijn bil. En die wil ik weer terug. Heb je helemaal zin in deze video? Vergeet dan natuurlijk niet even een blauw duimpje achter te laten. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan even gauw. Want dan ben je altijd op de hoogte van wanneer ik een nieuwe video upload. En hoef je nooit meer iets van mij te missen. Ik heb me even omgekleed en this is the look. Sokjes passen echt super schattig bij dit broekje. Dit broekje zit echt super chill. Bij deze leg day ga ik me focussen op mijn billen en mijn hamstrings. Mijn favoriete spiergroepen. Maar voordat ik ga beginnen ga ik eerst eventjes opwarmen. En ik ga 5 à 10 minuutjes even touw springen. Gewoon totdat ik het gevoel heb van I'm ready. Ik ben lekker warm. En daarna ga ik even stretchen. Ik merk daarbij heel veel verschil in mijn training. En ik vind het ook gewoon heerlijk. Al mijn oefeningen voel ik daardoor echt veel beter uit. En vooral natuurlijk omdat ik met mijn reuma ook last heb van mijn gewrichten, merk ik daardoor gewoon echt heel veel verschil. Zo, ik ben helemaal klaar en warm voor deze training. Voor mijn leg day train ik wel heel vaak altijd mijn buik. Nu ga ik dat niet doen, want ik heb het gisteren al met mijn upper body gedaan. Dus het is voor vandaag niet nodig. Mijn buik is al helemaal lekker aangespannen. Dus ik zal in de volgende video aan jullie laten zien hoe ik ook mijn buik train bij een leg day. Maar nu ga ik dat dus niet doen, want dat heb ik dus gisteren al gedaan. Ik heb echt super veel spierpijn aan mijn buik. Maar ik ga nu beginnen met de allereerste oefening. En dat is een Romanian deadlift single leg op de landmine. En die is echt super nice. Daarmee ga ik nu beginnen. Voor elke oefening doe ik altijd eerst even 1 warming up. Dus 1 set even zonder gewicht toegevoegd. Dat ik lekker inkom, dat ik mijn positie weet. Let's go. When you're down and you stare at your window, hoping that you'll come up with some words. Oh, en ik vergat te zeggen, voor elke oefening doe ik dus die warming up 1 keer 15. En bij deze dan dus allebei de benen 15 keer. That's not okay. Ik ga er nu een schijf van 10 kilo opzetten en daarbij ga ik deze oefening 4 rondes van 12 tot 15 keer doen. Ik doe nu even van die straps erbij, want daarmee kan ik de stang veel beter vasthouden, want soms had hij aan mijn handen glippen. Thank you.
gewoon door mijn been heen. In mijn vorige video had ik ook de hip thrust gedaan en toen had ik verteld dat ik er wat meer moeite mee had met mijn handen. Maar de afgelopen tijd, ja, hoe lang is het eigenlijk geleden dat ik die video heb geüpload? Echt weer een paar maanden. Dus in die maanden merk ik wel echt dat ik sterker ben geworden in mijn handen. Ik heb de deadlift echt superveel geoefend, ook met meerdere personal trainers om me heen. En ja, ik ben wel echt blij dat ik daarin meer progressie heb gemaakt. Ik kan nu de deadlift ook lekker veel hoger doen dan voorheen, dus daar ben ik echt heel blij mee. Ik zit nu op 60 kilo. Gewicht zegt natuurlijk ook niet alles. Uitvoering is natuurlijk veel belangrijker dan hoeveel gewicht je erop zet. Ik ga nu 80 doen en hopelijk naar 90. Ik heb nu twee hamstring oefeningen gedaan. Ik ga nu twee oefeningen doen, lekker voor de glutes. En ik begin met de hip thrust in de machine en daarna ga ik side kickbacks doen. En ook bij deze doe ik hem eerst even zonder gewicht, zodat ik mijn positie kan vinden. Goede houding. En ik doe wel eigenlijk meestal altijd hip thrust met een barbel. Maar ik vind het wel lekker om af en toe voor de afwisseling gewoon even een machine te gebruiken. Variatie in de training, hou ik van. Oké, ik zet mijn tenen iets naar buiten, zodat ik hem lekker goed in mijn billen voel. Wat ik wel heel vaak doe, is dat ik hem altijd eventjes bovenin vasthoud. En dan ga ik hem mijn gewicht opzetten. Wat ik trouwens wel heel veel doe bij mijn training is echt heel goed drinken. Ik drink ongeveer ieder kwartier 125 tot 200 milliliter water. Zodat ik gewoon voldoende energie heb. Dat ik nog één keer wat lichter wilde doen. Mocht je eventueel nog een andere training van mij willen zien, ik heb sowieso nog een video. Mocht je allebei mijn trainingsvideo's hebben bekeken, moet je even naar mijn What I Eat in a Days. Want tijdens mijn What I Eat in a Days neem ik ook altijd mijn training op. Nog één keer en dan ga ik naar de laatste oefening. Ik ben kapot.
ben net alles uitgegooid, maar ik ga hem nu eventjes wat lichter zetten om uiteindelijk nog alles uit mijn billen te halen. Oeh, ik ben kapot. Zo lekker om dit te doen. Ik zet hem nu gewoon weer op 10, waar ik begon. Ik doe ook wel eens de kickback gewoon recht naar achter. Of ik doe hem in een superset, dat ik de zijkant pak en de achterkant tegelijk. Zo, ik kom gewoon niet meer aan mijn woorden. Voor nu doe ik hem dus alleen de zijkant en hierna ga ik leg press doen. Ik heb nu de kickback dus naar de zijkant gedaan. Ik wissel het eigenlijk per training gewoon af. Dat ik de achterkant doe of de zijkant. Of soms ook wel eens een superset. Dan doe ik ze allebei. Dat is trouwens echt heel lekker. Dat heb ik van de week gedaan. Maar ik heb hem nu 5 keer gedaan. Per been. Ik ga nu naar de leg press. En dan gaan we alles helemaal uitgooien. Laatste energie wat ik heb. Deze staat nu heel recht. Zie ik. Dus ik zet hem schuiner. Zodat ik meer de glutes en de hemis pak. En ik ga hem single leg doen. Deze houding is zoveel zwaarder dan recht. Nee, kom, duwen met je benen, duwen met je benen. Hier, nog 2, kom toch 2. Nee, echt niet. Nee. Mijn been. Echt niet, zegt ze. Nee. 4, 5, kom, duwen, 6. Kom. Je kan het, nog 4. Je kan het. Kom, je bent aan elkaar uitzetten. Hup, duwen. Mijn heup trekt dat niet, man. Ja, je hebt het toch gedaan, want je heup trekt het niet. Ik kom hier weer zo zwak, de 300 kilo. Nee, maar dit is een hele andere oefening. En je moet echt niet vergeten dat dit ding gewoon echt mega zwaar is. Het is geen normale leg press die je van je afduwt, die andere sportscholen hebben. Push. Heel soepel, hè. Het gaat soepel. Laatste. Ja, lekker diep, die laatste. Heel goed. Goed zo. 9. Goed zo. En nog eentje. Pushen. Juist. Hoeveel weegt dit ding zelf al? 40 kilo. Dit ding zelf weegt al 40 kilo. Ik ben nu 60 kilo aan het drukken met 1 been. Oh, vind je het gek dat ik helemaal dood ga? Doen we de laatste. Gewoon even rammen, ja? Ja. Nu doe je de bovenop. Ja. 7. Heel goed. Kom. 8. Mentaal voor elkaar. 9. Kom. Ja, push. Nog 2. Kom, je kan het. Juist. Nog 1. Juist. 3. Inhalen. 4. Juist. Nog 2. 1. Laatste. Juist. En we're done. Nou, de training zit erop. Ik heb nog even lekker gestretched aan het eind. Normaal doe ik ook altijd eventjes uitlopen of doe ik traplopen, maar die heeft ze daar niet. Maar ik ben nu onderweg naar huis. Ik ga zo meteen lekker eten. Goede eiwitten eten en koolhydraten. Natuurlijk naar je training. Maar dan zijn we aan het einde dus gekomen van deze video. Laat een blauw duimpje achter mocht je deze video leuk hebben gevonden. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal hier rechts onderin mocht je dat nog niet hebben gedaan. Want dan ben je altijd op de hoogte van wanneer ik een nieuwe video upload. Mocht je trouwens een melding willen, kun je ook eventjes het belletje aanzetten. We zitten al bijna op de 8k en we gaan richting de 10k. Dus laten we ervoor zorgen dat we naar de 10k gaan. Dus abonneer. Dan zie ik je weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei.